Beste Vitesse supporters, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vitesse TV. Dit keer in een wat andere setting denk ik voor jullie. Ik ben samen met Daan Reiziger en we gaan jullie een hotel tour geven. Reisie, waar gaan we beginnen? Nou, we kunnen aftrappen bij de Leisure Room. En dan gaan we daarna zitten. We hebben hier ook een hele mooie keuken, helemaal voor ons alleen. Maar je bent een half uurtje mee bezig denk ik als ik dit zo zie. Ja. Ja, er zijn 4-5 sterren chef-kok, dus... Zoveel? Ja, we hebben... 1 Michelin-ster, kan ook, hè? We komen niks te kort hier. Ja, ja! Wat is dit dan? Ja. Hij denkt nog, ik ga hier lopen, dan komen ze straks. Ja, ja. Dit is onze grootste. Ja, dit is onze... Dit is de allergrootste. Dat de grootste. Die kan tapen, jongens, dat is normaal. Die heeft heel veel vakantie op een pop zitten tapen. Ja, ze noemen mij wel eens Kuiting, maar we hebben die ook in staan. Dus even kijken. Nou, nu zijn we bij de Leisure Room aangekomen, wat ze zo mooi noemen. Dat is, dat is onze meeting room. En, ja, ik merk dat de kijkers veel spanning hebben, laten we naar binnen. Ja, ja, we gaan naar binnen. Nou, zoals jullie zien kunnen we hier dus wat dingetjes doen. We hebben hier voor de meetingruimte, dus we hebben stoelen om zodat we straks gewoon, ook straks hebben we weer een meeting om onze wedstrijden na te kijken, onze training na te kijken. En, dat doen we dus ook hier. We doen pingpong. Kunnen we zo nog wel even laten zien hoe dat moet. Best of 5, wat denk je ervan? Wat zei je? Best of 5, wat denk je ervan? Ja, dat ga ik natuurlijk niet ontkennen. Dat ga ik gewoon doen. Best of 5 dus? Ik zeg waarom niet. Oké, dan doen we er ook nog wel opzetten. Maar dat wordt dus 3-0 voor mij. Dat snap je. Dat kan met een best of 5, ja. Dat kan inderdaad. Zullen we nog wat opzetten of niet? De winnaar, die mag iets doen bij de verliezer. Hoortje. Ja, doen we dat. Goeie. Dan geef ik altijd weg aan die jongen. Kom aan, nee, niks aan bedje, niks ervan. Nee, er zit een gat in de. Oh, veel zak. Ik heb mijn eigen krachten niet. Ja. Nee. Ja, pingpong. Best of 5. Dat spelen we in 5 rondes. Heb je zulke oren? En dan mis je ook nog. Dat kan toch niet? Ja, een herkansie krijgt hij niet natuurlijk. Dus we gaan verder naar de... Waar gaan we nu heen? Eetroom? Meelroom? Keuk. Oh, dit is waar ons eten wordt gemaakt. Onze kapsalonnetjes, onze patatjes, onze... Frikandel speciaal. Pizzatjes, alles wat eigenlijk wat jullie denken dat wij niet krijgen, krijgen we dus wel hier. Dit is helemaal van ons in het hotel, van nu, deze week. We zijn hier alleen als Vitesse zijn, dus dat is heel lekker, omdat er dan weinig mensen van buitenaf zijn. Eigenlijk ligt hier ons brandstof. Dit is ons stationshop. Ja, zoals je ziet, het is een joekel van de keuken. Ja, ik kan een beetje rondkijken hier. Druk bezig zijn we hier. Ja. Voor ons is avonds weer, zien al een beetje wat we vanavond krijgen denk ik. Dus, ik denk dat we hier met de hele helft op een stoppetje kunnen doen, jij? Ja, dat weet ik zeker. Er zit straks eentje vast in die koelcel hier. Komt er bevroren uit, man. We staan nu bij de mealroom en we gaan een kijkje nemen hoe het hier is. En, wij weten natuurlijk al hoe het eruit ziet, maar we gaan jullie laten zien waar wij elke dag eten. We weten ook hoe het smaakt. Precies. Kom maar op mij. Kijk, het staat nog wel allemaal mooi zoals jullie kunnen zien dat wij... Moest kijken wat hier ligt. Ja. Hier ligt onze nieuwe aanwinst. Snelle mellen, ja. Daar ligt hij. Onze snelle mellen, daar ligt hij hoor. Ja, krachtige kruidkoek. Kanten klaar, niks aan de hand. Krachtige kruidkoek, als je dat maar weet. Onze rots in de branding. Ja, maar hier doen wij dus het eten pakken en dan zitten we daar meestal aan vaste tafels met vaste jongens. Maar daar zit ik meestal aan met de tafel met Reiziger, Ion Houwe en Zoekenedes en Daan Huisman. En nu zie ik toevallig in mijn ooghoek hier ons nog een nieuwe aanwinst, onze flamingo. Ja, kijk, ja, kom er even bij, vriend. Ja, die komt zeker op het verkeerde moment binnenlopen. Ja. Wat eten daar? Ja, precies, halen. Die gaat ook even een snackje halen. Pak een lekker snackje, maken wij er een shotje van. Ja. Gaat hij al, hè? Flamingo in dat ding. Dat zijn je resources, hè? Die heb je het hele jaar nodig. Ja, dan zien we echt twee echte legendes van deze club, van ons team, zien we zitten. Dus daar gaan we even langs. Ja, daar hebben we echt de allergrootste fan van Vitesse zitten. René. Oh, dat is goed. Maar René is echt middenmaat. Voor alle kinderen die een shirtje of iets van ons willen, onthoud dit gezicht. Ja. Hij bewaart alles. Ja. En als het niet mag, dit is de man waarvan het niet mag. Ja, precies. Omdat wij dan weer... En dan neemt hij nog even een slokje van zijn koffie. Ja, neem dan een slokje van je koffie en dan gaan wij door. Nou, zeker niet de minste kamer. Hier liggen al onze kleren klaar.
Leveren we vieze in, kunnen we het nieuwe setje ophalen. We zijn aangekomen bij de Kid Room. Laten we eens even een kijkje nemen. Nou, gelijk bij... Ik wou net zeggen, hier liggen de onderbroekjes. Bij de beste afdeling natuurlijk, onze onderbroekjes. Nou, ik zeg net heel mooi dat alle kleding klaar ligt hier, maar het zit allemaal in de kist. Ja, precies. Ja, alles is er natuurlijk al... Ja, we hadden hier echt een berg aan flesjes staan, maar die zijn er allemaal doorheen. Want we hebben hier natuurlijk een hartstikke warme dagen gehad. Ja, we hebben... Dus dan zeggen we altijd stay... Hydrated. waar gaan we nu heen? We gaan naar onze Jos Short Cheese. Die showruimte. Ja, daar gaan we. Gaan we doen, vind ik goeie. We gaan naar de Jos. Maar let op, Korte Kaas is daar niet te vinden, denk ik. Die is gevlucht. We zoeken hem totdat we naar hebben. We zijn nu aangekomen bij de medische ruimte, de medical room. En dat is natuurlijk de ruimte van de Jos Korte Kaas. De legende van Vitesse. De legende van de kuit van Vitesse, zo noemen we hem ook wel. Kuitmans. Ja, dus we gaan nu even kijken nemen en kijken of die er is. Let's go. Het lijkt nog leeg, maar ik zie een deur openstaan. Dus. Het lijkt leeg, ik zie ook schoentjes daar liggen. Het lijkt alsof er iemand half gesneuveld is hier. Daar staat hij. We kunnen even legendarisch doen, hè, als jullie mij even bellen. Ja. Wij noemen het de gym. Nou, doe eens open. Kijk eens. Kijk, hier... Coach, staat aan. Voor de trainingen, zeg maar... even kijken. Voor de trainingen noemen we wel een soort prep. Preparation voor de training. Doen we hier wat oefeningetjes. Nou, ik ben natuurlijk kort geleden aan mijn knie geopereerd. Dus ik stabiliseer dan hier mijn knie voor de training. Dan is hij gelijk warm en kan ik gelijk goed van start gaan. Buiten die heeft dan niet nodig. Die kan goed compenseren met de enorme kuiten van hem. En hier worden ook een beetje de krachtoefeningen vast wel voorbij zien komen op de stories van Vitesse. Zo niet, altijd even volgen op Instagram. Geen probleem, mijn Vitesse. En dan denk ik dat het tijd is dat we doorgaan naar boven, naar alle kamers. En naar mijn kamer. Naar jouw kamer. Wat gebeurt daar dan? Ik denk dat we daar nog wel even wat dingetjes moeten opruimen, maar daar gaan we wel even kijken neer. Ja, Jos Korte Kaas is afgerond, dus we gaan even kijken neer bij onze Jos. Kijk, daar is hij. Onze Jos Korte Kaas. Jos, Jos! Ja. Kom eens hier. Laat eens even je medische ruimte zien hier. Laat eens even de medische ruimte zien. Nou, kijk. Jij bent hier het meest, dus ik ben hier heel vaak, dus ja. Bang! Ja. Ja. Ja, dat is een binnenpretje. Die snappen de meeste denk ik niet, maar gaan we ook niet uit. Die wordt dus hier gemaakt. Gaan we ook niet uitleggen, dus moeten jullie maar achter zien te komen. Ik heb eigenlijk het eerste hele jaar bij Jos gelegen. Het voelde alsof ik bij hem contact getekend heb. Maar nee, we hebben een goede band gelijk opgebouwd. En ik ben blij dat ik weer weg ben met Jos. Helaas. Toch wel blij. Toch blij. Ja, helaas. Ja, Jos zien we elke dag toch wel de hele dag door, maar ik snap wat je bedoelt, reiziger. We gaan weer door. Nou, even kijken of we nog iemand tegenkomen hier. Ja. Daar zit hij! Ja, daar zit onze nieuwe aanwinst. Ja. Dat is hem wel. Onze nieuwe aanwinst. Ja. Daar komt hij. Kijk, hij pakt nu het telefoontje erbij, omdat hij denkt, wat jullie filmen, kan ik ook. Ja. Maar dit is onze snelle melle, daar zit hij. Kijk eens, jongen. Ik hoop dat je ervan geniet. Dankjewel. En waarom krijg ik dit? Snelle mellen. Gewoon voor de ik ben een goede jongen. Heb jij verdiend deze week? Heb jij verdiend? Dankjewel. En dan willen we eigenlijk nog één ding van jou weten. Hoe vind je de eerste week bij Vitesse? Heel snel. Snel? Heel leuk. Maar wel snel gegaan. Nou, dit is onze snelle mellen, noem ik hem. Dat is hij ook, absoluut. Onze rots in de branding achterin. En al met al gouden gozer. Eens. Nou, dankjewel Melle. Geniet van je snelle Melle. En nu zijn we aangekomen bij het laatste deel, zeg maar. We gaan even naar de kamer van mij kijken en dan kunnen we jullie laten zien waar wij zoal de hele week door hebben gebracht. En, veel slapen. Veel slapen. Erkootje heeft ons deze week ook doorgesleept. Erkootje was top hier. Het was warm beneden, het was net een broeikas. Ja, niet normaal. Zoals je ziet, allemaal glazen dingen, ramen hier. Dus het was inderdaad een broeikas, maar ons kamertje was top. Dus dat gaan we nu even laten zien. Let's go. Let's go. Twee aanklop. Ja. Thomas, ben je daar? Oh mooi, dat doet mezelf ook hoor. Nou, kom binnen jongens, dit is mijn kamer. Dit is zeg maar, het wel het belangrijkste voor mij op zo'n trainingskamp, hoe de kamer is. En toen we hier aankwamen, iedereen heeft een aircootje hier. Maar dat was wel beter hoor. Zeker met die dag dat het 38 graden was. Oh, was uitpuff hier. Ja, zeker. De airco was hier top. Dus goed, twee persoons bed. Die
Daar heb ik wel van genoten natuurlijk. Thuis heb ik ook een tweepersoons bed, maar volgens mij is die iets kleiner. Ja, je ligt hier natuurlijk als een zeester. Ja, hier lig ik echt schuin over het bed heen. Dus nee, dat stopt. En voor mij ook wel heel belangrijk, denk ik, dat mooie ding daar. PlayStation. We hebben hem allemaal meegenomen, dus we hebben allemaal lekker ook gegamed af en toe. Hier s'avonds, we doen ook veel kaarten, dus we vermaken ons hier wel. Nou ja, ik denk dat we al met al een super verblijf gehad hebben hier. En goed verzorgd zijn. Ook de alle mensen van de keuken hier, die hier keihard voor ons gewerkt hebben. Natuurlijk niet vergeten ook Mirjam, die alles geregeld heeft en die hier lang mee bezig geweest is. Dus, we mogen blij zijn met deze week. Ja, dus, we mogen in onze handjes knijpen. Training is dan soms zwaar en hard en lopen we te klagen. Maar ik denk dat we al met al sterker allemaal eruit gekomen zijn. Zeker. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel snel, hopelijk.